Goedenavond allemaal. Welkom bij de workshop, of hoe je het ook wil noemen, van het ondersteuningsteam. Nou, wij gaan jullie meenemen, zoals Patricia al zei, met een reis van de zevende klasse. En wellicht zullen er vooraf tussendoor aan het einde vragen komen. En mijn vraag aan jullie is, beste ouders en misschien ook wel beste toekomstige leerlingen, om die vragen in de chat te schrijven. Mijn collega kan dan zien of die vragen, of we die, misschien komen er wel een aantal dezelfde vragen, of we die samen kunnen bundelen en daar al plenair een antwoord op kunnen geven. Nou, welkom allemaal. Welkom bij Bernhard Lievegoed College. Mijn naam is Rachel Kennis, ik ben ondersteuningscoördinator. En ik ga jullie iets vertellen over het ondersteuningsteam. Maar ik wil jullie ook meenemen, want eigenlijk begint die reis, is die reis al begonnen. Afgelopen zaterdag bij de open dag en was jullie zoon of dochter wellicht gisteren bij de beleefmiddag. Nu vanavond jullie als ouders en luisteren jullie naar het verhaal hoe het allemaal reilt en zeilt binnen het vrije schoolonderwijs. Na de carnavalsvakantie dan beginnen de aannamegesprekken. Spannend, want jullie zoon of dochter komt naar school en gaat met ons in gesprek. En ook heel fijn dat het dit jaar live kan gebeuren en dat dit niet via Teams hoeft. Wij leren jullie zoon of dochter steeds beter kennen, want in dat gesprek gaat jullie zoon of dochter ons iets vertellen. Wij nemen dat ook altijd heel erg goed mee om een goed beeld te krijgen van jullie kind. Vervolgens, zoals jullie dat ook in de dia kunnen zien, volgt er na die aannamegesprekken, zodra het kind geplaatst is, al voor de zomervakantie een kennismaking. Met de mentor en de nieuwe klas. Wij vinden dat heel belangrijk. Dat de leerling voor de zomervakantie al kennis maakt met de kinderen die bij hem of haar in de klas zitten. Maar ook met die nieuwe mentor. Want het is al spannend genoeg. Die overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En dan is die spanning wat minder. Want de leerling heeft al een keer gezien in welke klas kom ik. Hoe ziet het gebouw eruit? Hoe loopt het allemaal daar? En wie is mijn mentor? Wat we ook doen voor de zomervakantie, en daar zal mijn collega Hélène, zij is mentor en zij is ook dyslexiespecialist, dadelijk wat meer over vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Zij zal ook vertellen dat we met de dyslectische leerlingen ook al vooraf kennis maken. Hoe dat gaat, dat laat ik aan haar, dat vertelt zij straks. Dan hebben we de zomervakantie, even lekker tijd om uit te rusten, afscheid te nemen van die basisschool en dan vol goede moed te starten aan de nieuwe school. En in die eerste week, die introductieweek, dan heeft die mentor samen met die nieuwe klas ook heel veel tijd om de leerling beter te leren kennen, om uit te leggen hoe het gaat, om uit te leggen hoe het zit met het rooster. Hoe maak je huiswerk? Hoe schrijf je huiswerk op? We hebben ook een planda, een eigen agenda om dingen in te noteren. Hoe werkt dat allemaal? Je speurt ook door de school, allerlei dingen komen aan bod. En jullie als ouder maken ook gelijk in die eerste week al kennis met die nieuwe mentor. Want dan is er ook een ontwikkelgesprek. Om in het begin van het schooljaar al te kijken van welke doelen ga ik voor mezelf stellen. Waar ga ik als leerling aan werken? Het zijn altijd hele fijne gesprekken. En zo zijn er 3 ontwikkelgesprekken per schooljaar. Ik zei wel, die mentor. Ja, die mentor vervult hier een hele belangrijke rol. Die mentor blijft ook een aantal jaren de mentor van die leerling. Dus we proberen de eerste 3 leerjaren dezelfde mentor te koppelen aan de leerling. Vaak komt die mentor ook op huisbezoek om thuis kennis te maken. Dat is ook altijd heel speciaal om de mentor thuis te ontvangen, een praatje te hebben. En ook voor de ouders is die mentor het eerste aanspreekpunt. Dus als er iets is, heeft die mentor gelijk contact met jullie, ook als er iets is op school, als er iets speelt in de klas, of als jullie als ouders iets willen melden, dan is die mentor daar voor jullie. Dan het stukje dyslexie, dyscalculie. Nou, mijn collega Hélène gaat er dadelijk eventjes iets over vertellen. Executieve functies. Ja, dat zijn er een hele hoop. En de leerling is best goed in een aantal van die functies, maar kan bij die andere dingen best wel nog wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld het plannen. Hoe plan je nu voor je toets Frans? Ga je die de avond van tevoren leren of doe je dat in stapjes al een aantal weken van tevoren? Wanneer maak je dat maakwerk? Wanneer begin ik aan een verslag? Hoe maak ik mijn periodewerk?
Voor veel leerlingen is het periodewerk ook nog nieuw. Hoe doe ik dat dan? En hoe zorg ik dat hij na 3 weken helemaal af is en dat ik dan volgoede moet en een nieuwe periode kan starten? Dat zijn allemaal dingen die ik leer en daar wordt aandacht aan besteed in het mentoruur. En dan staat er een afkorting, de OSV. Wat is het dan, de OSV? Nou, eigenlijk zo rond de herfstvakantie, dan nemen wij een test bij jullie kind af en die test heeft de OSV. Nou, waarom doen we dat? We willen graag een beeld hebben hoe het met het kind gaat. Voelt het kind zich thuis? Voelt het kind zich veilig? Vindt de leerling het heel eng om bijvoorbeeld proefwerken te maken? Zit de leerling wel lekker op zijn plek? Durft de leerling ook weerwoord te geven als bepaalde dingen niet zo lekker lopen in een groepje? Hoe werkt dat met groepsdruk? En dat komt eigenlijk allemaal uit die test. En we gaan er ook met jullie als ouder over in gesprek. Jullie worden ook op de hoogte gehouden wanneer dat gaat plaatsvinden. En samen met de mentor krijgen jullie ook een terugkoppeling van wat komt er dan uit die test. En misschien is het wel zo dat jullie kind een faalangsttraining nodig heeft. Dat noemen wij de TOF-training. Dat wordt gegeven hier op school, onderlestijd, nalestijd. En ook de TOF-training. Dat is een training voor leerlingen die baat hebben bij sociale vaardigheidstraining. Die het lastig vinden om vriendjes te maken, die het lastig vinden, hoe doe ik dat nou in zo'n nieuwe klas? Ik vind het heel lastig om iemand aan te spreken, om te vertellen wie ik ben. En dat start zo ongeveer rond de kerstvakantie, maar we houden jullie daar natuurlijk van op de hoogte. Dan hebben wij ook een stek in school en daar staan ook heel veel planten. Maar daar kunnen leerlingen terecht om hun huiswerk te maken. Het is eigenlijk een hele grote studieruimte. En in die ruimte staan aan één kant heel veel computers waar de kinderen zelfstandig kunnen werken. En aan de andere kant is een soort stilteruimte waar kinderen zelfstandig kunnen werken aan hun huiswerk. Ook tijdens tussenuren kunnen leerlingen daar altijd terecht om aan hun werk bezig te zijn. Dan hebben wij ook een maatwerkplaats. Een maatwerkplaats is eigenlijk een apart lokaal in dit gebouw voor diverse leerlingen van de brugklas tot en met eindexamenklasse. Stel je voor, een leerling is een lange tijd ziek, ziekenhuisbezoek geweest en zo'n leerling vindt het dan moeilijk om weer hele volle dagen terug te komen in die volle klas. Dan hebben wij een maatwerkklas. Het is eigenlijk een speciale klas met weinig leerlingen waar een begeleider op staat en dan kan die leerling uit die volle klas toch aan zijn schoolwerk werken. Hij kan daar vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld ook een leerling die het heel lastig vindt. Bijvoorbeeld het 7e uur bij wiskunde. Daar krijgt hij te veel prikkels in die klas. Nou, dan kunnen we afspreken. Jij bent niet het 7e uur in de klas. Maar jij gaat naar die maatwerkklas om daar aan je werk te werken. Wij gaan een leerling nooit zomaar naar zo'n maatwerkklas sturen. Wij bespreken dat altijd met ouders en de mentor om vervolgens die stap te maken. Dan het ondersteuningsteam. Ik ben heel blij met het ondersteuningsteam hier in school. We hebben ook best wel een groot ondersteuningsteam. We hebben een orthopedagoog. Zij is de hele week werkzaam op school. We hebben een aantal leerlingbegeleiders, een aantal coaches. En die coaches begeleiden ook leerlingen, maar gaan ook docenten begeleiden. Komen ook in de klas kijken hoe het gaat. We hebben 2 dyslexiespecialisten. Eentje voor de middenbouw, eentje voor de bovenbouw. We hebben een schoolmaatschappelijk werkster in huis. We hebben medewerksters die werken in de stek. We hebben een aantal dagcoördinatoren. Dus we hebben een heel uitgebreid ondersteuningsteam. Dus dat is gewoon heel fijn. Het stukje hoogbegaafdheid. We hebben ook een hoogbegaafdheidscoördinator. En wanneer vanuit de basisschool wordt aangegeven, die leerlingen die moet extra uitgedaagd worden. Daar moet een apart traject op worden gezet. Die leerling kan extra vakken aan. Dan komt onze hoogbegaafdheidscoördinator Mireille van Dijk in beeld. En mocht dat bij de aanname, mocht er al sprake van zijn, dan plannen we een gesprek in en dan bespreken we dat met jullie. Als laatste, de veilige school. Ja, we willen er natuurlijk alles aan doen om het hier op school zo veilig mogelijk te houden. En ja, waar hebben we het dan over? Waar spreken we het dan over? Pesten is een vorm van veiligheid. Ieder kind moet graag naar school komen, moet lekker in zijn vel zitten. Maar veilig is ook natuurlijk de veiligheid van het gebouw.
Voelt iedereen die hier werkt zich ook op zijn plek? Dus je kan eigenlijk aan van alles en nog wat denken. En daarom doet onze school ook mee aan het hele veiligheidsprotocol. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de kantine. We hebben een gezonde kantine, we krijgen een nieuwe kantine. Heel belangrijk om te weten waar de leerlingen ook iets kunnen kopen als ze op school willen eten. Dus eigenlijk een hele hoop informatie die ik jullie wil meegeven. Wellicht zijn er buiten deze punten die ik heb genoemd nog een aantal andere dingen die we willen bespreken. Maar waar het vooral om gaat, en dat zal jullie de volgende dia laten zien, is dat wij het heel belangrijk vinden om het met jullie als ouders samen te doen. Wij willen samen met jullie om dat kind staan, om die leerling staan, om er uiteindelijk voor te zorgen dat hij of zij met een diploma en een goed gevoel de school gaat verlaten. Ik ga het woord geven aan mijn collega, aan Hélène. Ja, goedenavond. Mijn naam is Hélène Vaassen. Ik geef les op het Bernhard Lievegoed Nederlands. Ik ben ook mentor van inmiddels een 8e klas, maar vorig schooljaar kwamen daar dus 30 leerlingen binnen die eigenlijk net zo jong waren toen als uw zoon en dochter nu ongeveer is. En daarnaast ben ik ook dyslexiecoach hier op school. En dat is de reden dat ik hier vanavond sta. En voor dyslexie geldt eigenlijk hetzelfde als wat we net bespraken bij de vorige slide. Het is heel belangrijk dat we het samen doen. Voor kinderen die dyslexie hebben, die kunnen een beetje extra ondersteuning gebruiken. En het is vooral heel fijn als alles daaromheen gestructureerd is. En dat doet eigenlijk de dyslexiecoach. Dus de dyslexiecoach is geen remedial teacher. Maar wij zorgen dat de leerlingen gefaciliteerd worden in het omgaan met hun dyslexie. Dat doen we op verschillende manieren. Nog voordat de zomervakantie begint, als alle aannames zijn afgerond, proberen we met alle leerlingen en ouders, zo in die laatste week voor de vakantie, nog contact te hebben, een gesprekje te hebben, om even te kijken van nou, hoe werkt het nou met dyslexie hier op school? Wat heb jij nodig? Zodat ook daar de spanning eraf is en je met een gerust hart naar die vakantie hier op school kunt komen. Lukt dat niet in de drukte van het eind van het schooljaar, dan kun je misschien al wat eerder met vakantie zijn of om een andere reden, dan pakken we dat op in de eerste week na de vakantie. Dus voor de lessen echt starten, heb je in ieder geval met je dyslexiecoach contact gehad. Nou, middelbare scholieren die hebben als ze dyslexie hebben recht op een aantal voorzieningen. En die zal je op alle middelbare scholen wel vinden. Je krijgt tijdverlenging, je mag je spellingsfouten worden bij een heel aantal toetsen niet meegerekend. En je mag gebruik maken van ondersteunende software. Maar daar stopt het bij ons niet. Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen ook echt goed met die software kunnen omgaan. Wij zorgen ervoor dat ze ondersteund worden in het zoeken naar een manier die bij hun past om zich op het gebied van die dyslexie te redden. En we laten leerlingen zien dat ze daarin ook niet de enige zijn. Niet die ene jongen of dat ene meisje in de klas wat daar moeite mee heeft, of dat ene kind beter gezegd wat daar moeite mee heeft. Nee, we brengen de leerlingen met elkaar in contact. En we zorgen ervoor dat ze ook klasgenootjes zien, leerlingen uit andere jaarlagen die ook dyslexie hebben, waarbij ze samen oefenen met die software of met andere dingen waar ze ondersteuning nodig hebben, maar waarbij ze ook vooral voelen dat ze zeker niet de enige zijn. Ook ouders faciliteren we daarin. We hebben een ouderavond speciaal voor ouders van kinderen met dyslexie. En we hebben nog een vragenuurtje zo in de loop van het schooljaar. Als je tegen vragen of problemen aanloopt. En daarnaast kan je de dyslexiecoach natuurlijk altijd even raadplegen. Nou, dan is er ook nog een enkele leerling die misschien dyscalculie heeft. Dat komt iets minder voor dan de dyslexie. Maar ook daar hebben we een programma voor. En een collega van mij die regelt de hele begeleiding voor de dyscalculie. Ik hoop dat daarmee de belangrijkste vragen van nu alvast zijn beantwoord. Ik geef het woord nog eventjes terug aan Rachel. Want dan kunnen we ook kijken of er nog vragen in de chat zijn. Oké, dus ouders, zet je vraag in de chat. Ik hoor van mijn collega welke vraag er gesteld wordt. En ik ga daar gelijk proberen een antwoord op te geven. Mochten er in de tussentijd ook nog vragen omhoog komen in beeld, zien jullie ook het mailadres waar jullie naar kunnen mailen om jullie persoonlijke vragen te stellen als dat nu even
ja, niet lukt of niet kan. Oké, ik heb een vraag binnen. Rochelle, is er ook extra aandacht voor kinderen met ADD? Jazeker. Zoals ik al vertelde, hè, bij die aannamegesprekken en vervolgens ook bij die ontwikkelgesprekken, dan wordt duidelijk van welke behoefte, welke aandacht is er nodig voor elk kind. En wanneer jullie zoon of dochter, wanneer er sprake is van ADD, dan zijn er vast en zeker ook handelingsadviezen van wat is belangrijk, hoe gaan we met jullie kind om. He, wat is belangrijk in de klas, wat is belangrijk buiten de klas. En we bespreken dat samen met de mentor. Ja, om zo te zorgen dat dat ook aan alle vakdocenten wordt gedeeld, zodat hij een goede start kan hebben. Ik hoop dat ik uw vraag heb beantwoord. Dyslexie. Yes. De eerste vraag, Helene, over dyslexie. Met welke softwareprogramma's werken jullie? Ja, wij gebruiken op school een speciale versie die web-based is van Kurzweil. Het grote voordeel is dat alle leerlingen die dyslexie hebben een licentie krijgen, waarmee zij thuis, maar ook als bij opa en oma logeren en uiteraard op school, op elke computer die maar verbinding heeft met het internet, die software kunnen gebruiken. Ze hebben een eigen account en ze kunnen dus altijd in dezelfde omgeving verder werken. Wij zorgen dat ze daar ook goed mee kunnen omgaan. We volgen dat ook tussendoor af en toe op, hè, want er is ook vaak een fase in het leven van kinderen dat ze daar helemaal geen zin in hebben. Nou, als ze dan daar weer wat overheen groeien en de kennis is misschien wat weggezakt, dan pakken we dat weer op. We proberen ook te voorkomen dat die kennis wegzakt, door ze daar wel in te blijven motiveren. En we kijken wat bij hun passend is. De ene leerling die wil heel veel, heeft heel veel voorgelezen teksten nodig, de ander heeft dat alleen op speciale momenten nodig. We kijken echt wat bij die leerling het allerbeste past. Ja, dat is nog een vraag. Kunt u een voorbeeld geven van hoe u een kind met dyslexie helpt buiten de reguliere dingen om? Ja, de reguliere dingen, dat zijn dan de faciliteiten die je hebt, de extra tijd, het gebruik van die software. Wat wij dan nog daarbuiten doen, is dat we zorgen dat alle leerlingen in de proefwerkweek, die heb je nog niet in de zevende klas, maar wel eind 8 en in de jaren daarna, hun proefwerk kunnen maken in die al eerder genoemde stack. Waar dan een hele prettige, ontspannen sfeer heerst, waar alle ruimte is voor tijdverlenging. Dus daar bieden we nog extra's. Maar er is ook een inloop. Ik ben 5 dagen per week op school en ik heb nog een collega die dyslexicoach die er ook eigenlijk altijd is. Dus als leerlingen ergens extra ondersteuning nodig hebben, dan maken wij tussen de lessen door of direct na de lessen een afspraak. En dan kijken we wat is er gericht nodig. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn een bepaalde manier van leren. Of nog net even een andere app gebruiken. Of een ander trucje gebruiken om iets makkelijker te leren. Maar ook te zien dat die dyslexie niet altijd zo'n handicap is als je zelf misschien denkt. Ja, het is serieus lastig. En het is zeker niet iets wat je kan wegpoetsen of wat vanzelf verdwijnt. Maar je kunt er soms ook omheen werken. En dat proberen we leerlingen ook te laten zien. Ja, we hebben nog een vraag. Dat is nog een vraag. Ah, nog een vraag. Yes. Kunnen ook alle werkboeken digitaal worden gemaakt? Je moet je bij ons voorstellen dat wij ook heel veel vakken hebben zonder kant-en-klaar schoolboek. Wij maken heel veel lesmateriaal zelf. En het lesmateriaal wat we zelf maken, dat is eigenlijk altijd digitaal te delen. Hè? Dat is in Word of dat is in PDF. Ja, en dat kan je met Kurzweil allemaal lezen. Voor schoolboeken geldt dat, en dat is een probleem op alle middelbare scholen, helaas niet altijd zo, omdat niet alle schoolboekenuitgevers een schoolboek volledig leesbaar maken voor kinderen met dyslexie. Ik zou willen dat dat wel zo was, maar dat is niet zo. Maar dan heb je met het Kurzweil-programma nog de mogelijkheid om met je telefoon een foto te maken van de bladzijde die je wil lezen. En die PDF kan je in Kurzweil weer lezen. Dus soms moet je er even omheen werken. Het probleem dat je dan op elke school tegen zult komen. Maar daar zijn methodes voor. En ja, daar helpen we kinderen dus ook mee. Met al die praktische dingetjes proberen we ze te ondersteunen.
Dankjewel. Ik zie geen vragen meer binnenkomen. Nou, als er dan verder geen vragen meer zijn, dan sluiten wij nu af. Mocht er toch nog iets in je opkomen, het e-mailadres staat in beeld, stuur dan alsjeblieft een e-mail en dan beantwoorden wij de vragen heel graag. Een hele fijne avond.